welkom bij Dynamite Magic Shop, product update nummer 54. 54. De dag voor kerst, kerstavond, het is vandaag 23 december dat we deze opnemen. En we hebben weer een heleboel nieuwe spullen. Zo nieuw dat er sommige dingen ook hopen dat het allemaal goed gaat. Want het is echt heel veel vers. Echt heel vers. Sommige dingen zijn gisteravond laat binnengekomen. Maar willen jullie het toch niet onthouden tijdens deze kerstdagen? Tja, goh, waar zullen we eens mee beginnen? We hebben zoveel dingen. Ja, bij kerst zat te denken aan konijn. Ja, ik wil een konijn. Ik zal het even laten zien, ik weet niet of je hierboven ook kan zien. Ja, we kunnen daar ook zien. Ja. Helemaal leeg. Ja. En bij kerst heb ik laatst op televisie ergens gelezen dat ze nergens meer konijnen die weggeven uit het asiel. Omdat die allemaal anders in de pan belanden. Maar moest als je je vingers knipt, dan zie je dat er als het goed is in één keer een konijn in zit. Oké. Okay. Ik zal even uithalen. Dus, Hey, maar ik heb ook zo'n kerst. Kijk, dus ik ben helemaal leeg. Oh, maar zo kunnen mensen hem daar ook zien. Dat is beter. Nee, zo. Dat is, zo? Ja, okay. Dat is beter. Jij hebt een konijn. Ik heb geen konijn. We kunnen ook proberen natuurlijk. Ja, je ziet hem ook aan. Oké. Nou, we zullen eens kijken. Tadaa! Wat, dan kan hij ook terug? Kan hij ook terug, wachten. Oh, ik voel hem al, ja. Ja, ja echt? Nee, en nou in de pan, Zat er achter ergens. Kruik al. En dat zijn de schuifladers, de nieuwe schuifladers. Ja, de nieuwe schuifkist met gaten, ladekist met gaten, in twee uitvoeringen. We hebben hem in, nou ja, hoef ik niet echt uit te leggen, gekleurd en in zwart met zilver. Deze laders kosten €79 per stuk, dus ze horen niet samen. Wij laten het nu samen zien, Leon had een leuk idee om het konijn te laten verplaatsen. Konijn zit er ook niet bij. Hebben we nog wel hoor, twee van die popjes. Twee? Ja, we hebben er nog twee toevallig. Leeft het in de pan. Ja, eentje leeft daar. Hartstikke leuk. Je kunt er natuurlijk voor kinderfeestjes of voor kindervoorstellingen. Je kan er een echt heel klein konijntje uithalen. Maar alles wat in de kist past. Snoepjes, koekjes, voor Sinterklaas pepernoten, doeken, klapbloemen. Ja, dus alles wat erin past eigenlijk in het kistje. Kun je laten verdwijnen en verschijnen. Ja, ik kan dat niet zeggen. Ja, het is de ladekist. Toch? Ja. Een hele snelle. Hey, iets totaal anders. Een prachtig effect wat ik in Blackpool voor het eerst zag. En Joshua Day liet het zien toen. En ik zeg nou, die moeten we absoluut hebben voor de verkoop. Zei Joshua, helaas, dat gaat hem niet worden. Want het is zo'n moeilijk effect om te maken, het is zoveel werk om het effect te maken, dat de prijs daarvoor te hoog wordt om het te verkopen aan goochelwinkels. Dus ik ga het alleen zelf verkopen. Ik zeg, potverdikkie, dat is jammer, want het is een heel mooi effect. Tot, nou, een week of drie geleden, kwamen we erachter dat het effect nu wel te verkrijgen is. Nou, en het is echt een heel, heel gaaf effect. Het mooiste is dit effect, vind ik. Het beste verhaal met het effect is als je een blinddoek draagt. Nou, even voor het idee, het effect heet Out of Sight en daarbij zit een blinddoek. De blinddoek krijg je daarbij, dus een echte blinddoek. Je ziet daar, ik kan er niet doorheen kijken. Maar ik draag een bril en met een bril is een blinddoek niet heel handig. Ik kan er niet heel veel over uitleggen, maar ja, het is zo, met een bril is de combinatie met een blinddoek niet heel handig. Ik ga de truc toch laten zien. Maar hij komt meestal tot zijn recht met een blinddoek, daar zeker bij. Maar met een bril kan dat niet. Spelkaarten. Leon, jij hebt deze truc nog niet gezien. Nee, ik heb alleen de trailer gezien. Ja, alleen de trailer gezien. Okay. Ik heb een spelkaart hier. Nou kan ik natuurlijk. Ik kan aan jou vragen, pak een kaart. Dat kan. Maar dan zou je misschien kiezen voor een plek die heel logisch is en zou ik jou een kaart kunnen opdringen. Daarom is het misschien beter als jij gewoon een kaart willekeurig in gedachten neemt.
Mag alles zijn dus. Mag alles zijn. Maar ja, al die mensen die aan de andere kant van de camera zitten, die weten natuurlijk niet welke kaart jij dan denkt. En die mensen thuis zitten ook niet. Dus dan zou je zeggen, dat is fake. Dus het idee is als volgt. Je krijgt mij een spel kaarten. Ik draai me even weg zometeen. Een kaart die stellen we samen uit twee dingen. Allereerst uit een getal en een tweede uit een soort. Dus een suit. Mm-hmm. Dus neem eerst een getallengedachte. Heb je er eentje? Okay. Ja. Okay. Dat aantal kaarten, stel je hebt vier. Tel je 1, 2, 3, 4 kaarten af. Dan leg je gewoon het spel bovenop, dat ik niks kan zien. Dat je vijf hebt. Dus dan moet je van bovenaf tellen? Van bovenaf tellen, één voor één. Het getal wat je gedachten hebt. En dan leg je het kaartspel daarbovenop. Oké. Okay. Heb je gedaan? Nee, ga ik nou doen. Oké. Okay. Kaartspel bovenop gelegd? Ja, okay. Ik heb ook even een gebaar gemaakt van wat voor getal ik heb. Oké. Maar goed, mensen thuis hebben nu in ieder geval aan het aantal kaarten tellen kunnen zien welk getal jij in je hoofd hebt. Dan hebben we nog de klaveren, we hebben de harten, we hebben de schoppen en we hebben de ruiten. Nou, je kan moeilijk dat even tegen mensen zeggen, dan hoor ik het ook. Dus wat je mag doen is het volgende. Als jij een klaver hebt, dan tel je zo meteen één kaart af, leg je de stapel bovenop. Heb je een hart, tel je twee kaarten af, leg je stapel bovenop. Heb je ruiten, tel je drie kaarten af. Schoppen. Ja. En als je ruiten hebt, hoef je voor mij helemaal niks te doen. Dan laat je het spel gewoon mooi liggen. Oké? Okay? Dus klaveren één kaart, harten twee kaarten, schoppen drie kaarten en ruiten hoef je helemaal niks te doen. En spellen weer bovenop? En spellen weer bovenop, ja. Ja. Heb je het gedaan? Is helemaal klaar? Mm-hmm. Oké. Okay. Dit kaartspel, ergens in dit spel... Kijk, ze allemaal kaarten. Ergens in dit spel zit de kaart waaraan jij denkt. Ben je met me eens? Lijkt me wel. Twee dus ergens tussen al deze kaarten zit de kaart waaraan jij denkt. De vraag is dan natuurlijk aan welke kaart jij denkt. Ik gok op deze kaart. Aan welke kaart heb jij net gedacht? Harten 6. Dan hoop ik dat ik het goed gedaan heb. Ik heb het ook niet gezien. Check even welke kaart dit is. Harten 6. Nou, dat is niet op zich zo bijzonder. Maar deze truc is niet alleen voor de ogen, maar ook even om over na te denken. Dat is de tekst van Joshua trouwens. Enige idee waarom? Omdat al die kaarten die je hier ziet, compleet blanco zijn. En compleet... echte, witte, normale kaarten. Zie je? Mooi. Dit is Out of Sight van Joshua J. Nou, je kunt je voorstellen, nogmaals, ik begin weer op de blinddoek. Als je dit hele verhaal met een blinddoek doet, dus dat je echt alles niet ziet, zeg maar, is het nog indrukwekkender. Nou zouden kunnen mensen misschien zeggen, ja, maar dit of dat. Nou, met een blinddoek is dat super gaaf. Moeilijk? Nee. Zelfwerkend? Ja, als de toeschouwer... netjes jouw adviezen opvolgt, is het effect eigenlijk zelfwerkend. De presentatie maakt in principe je hele truc. Dat geldt voor heel veel trucs, maar bij deze is dat heel belangrijk. Out of sight, dus compleet met blinddoek, met kaarten en instructie-DVD en kost €79,95. Mooi. Hele gave truc. Ja, een hoop nieuwigheden hebben. Hey, maat, ga je op vakantie met kerst? Nee. Zou je op vakantie willen? Ik zou best wel ergens heen willen. Ja? Oké. Okay. Lekker warm land of zo. Ik zet hier even een kistje neer. Want. Ik zou jou willen vragen. Om. Stel voor dat ik jou op vakantie zou sturen. Gewoon, Leon, ik ga op vakantie. En je mag gewoon kiezen waar je naartoe gaat. Welk land, welke plek, zou jij op vakantie willen? En ze wel zo wel. Is een mooie plek. Hawaii of zo lijkt me wel leuk. Oh, je wil naar de warmte. Hawaii, zeker ja. Hawaii. Hawaii. Oké, Hawaii. Mensen, Hawaii. stel voor dat je iemand mag meenemen. Dan weet ik niet, dan ken ik niet al je vrienden natuurlijk niet. Of misschien heb je denkbeeldige vrienden die zou willen meenemen. Ja, of misschien heb je hem voor televisie die je leuk vindt. Wie zou jij willen meenemen op vakantie? Is er iemand? Wil je iemand meenemen op vakantie? Ik neem gewoon iemand mee, maakt niet uit wie eigenlijk. Oké. Okay. Maar je moet een naam weten. Een naam is handig, want iemand is een beetje vaag.
Ja, Saskia denk ik. Saskia. Saskia, aardig? Aardig iemand? Oké. Saskia. Saskia, oké. Okay. En stel je voor dat ik zeg, nou, ik betaal al jouw onkosten daar qua zakgeld. Ik geef je een zakgeld mee. Niet dat ik hier een blik of zo, maar... en ik kom daarna terug en ik ga precies tellen wat jij hebt opgemaakt. Wat heb jij dan opgemaakt aan geld? Ja. Dan hoop ik dat hij niet te veel op maakt, want dan ben ik benieuwd natuurlijk. Het zou een beetje bescheiden zijn. 3.567. 3.000? Wacht even. 3.000? Ja. 567. Dat heb ik naar boven afgelopen. Dus jij gaat naar Hawaii met Saskia en jij gaat opmaken €3.567. Dat is wat je eigenlijk zegt eigenlijk. Okay. Als ik ga. Als je gaat, oké. Okay. Het mooie is namelijk dat hier staat een doosje. En dat doosje, dat is heel mooi, ik heb daar namelijk een sleutel bij. Alsjeblieft. Jij mag dat doosje zelf even openmaken. Want in het doosje zit namelijk, volgens mij ook zo'n lokje erbij pakt ook. Dat heb ik weggelegd, maar dat is niet de bedoeling. Ja. Daar zit een voorspelling in, die mag je er even uithalen. Die voorspelling heb ik gisteren geschreven, vandaag is vrijdag 23 december. Zo. En als je dat briefje, ja, daar zit een onderliggetje in. Een lekker zacht, soft dingetje. Maak het zelf even open. En daar staat namelijk een voorspelling op. Daar staat op, gaan we even de mensen bovenin ook kunnen lezen. Donderdag 22 december 2016. Ja. Ik denk dat je in Hawaii op vakantie gaat met Saskia. En uit zou geven €3.567. Groetjes van René. Nou, wat is dit? Dit is een combinatie. Want het was niet het plan. Nou wordt het een ingewikkeld verhaal. Nou, het valt wel mee eigenlijk. Maar... dit is Dreampad. Dreampad. En Dreampad is een systeem. En ik denk dat het afgeleid is van de Dream Prediction. De Dream Prediction is eigenlijk een grote versie waarbij bijvoorbeeld een denkbeeldige vakantie en iemand vraagt op het podium met een grote blok, schrijf je allerlei die dingen op. En aan de hand is er ergens een grote envelop waar exact die voorspelling in zit. En deze Dreampad doet eigenlijk hetzelfde. Dit blokje, dat stelt je eigenlijk in staat om een voorspelling te genereren die je ergens anders kunt produceren. Dus je hoeft even voor het idee, soms moet je wel dingen twee keer opschrijven, dat hoeft je niet. Je schrijft dingen één keer op en je hebt een complete voorspelling als extra. Wat je met die voorspelling doet, dat mag je zelf weten. Nou, ik gebruikte nu toevallig een ding wat gisteren is binnengekomen, Box 98. Ik kwam gisteren binnen. Dit is nog niet in de handel, dit komt volgens mij in 1 of 2 weken komt het in de handel, of is nu open. En het is een doosje waarin voorwerpen kunnen verschijnen of verdwijnen. Nou, ik dacht, wacht eens even. Dat kan natuurlijk ook met die voorspelling. In theorie zou je dit doosje zelfs kunnen opsturen van tevoren of iemand in bewaring kunnen geven. En dan terugvragen en dan de voorspelling eruit produceren. Maar je kan hier ook munten, ringen, gevouwen kaarten, allerlei dingen in laden. Box 98, je kunt hem via de site bestellen, via de pre-sale. Hij gaat kosten €78,75. Ja, het is een handgemaakt dingetje, mooi gemaakt. Een sleuteltje en alles erbij. Ik zal de verpakking ook even laten zien, die heb je ergens onder liggen. Ik heb hier heel veel spullen liggen. Van Handcrafted Miracles, Box 98. Dan zag je net de Dreampad. Ja, dat laat ik net zien, dat ik niet de prijs niet opnoem. De Dreampad kost €69,95. Een uiterst uitgebreid pakket. En de Dreampad komt compleet met alles wat je nodig hebt. Behalve blanke papiertjes waar je bijvoorbeeld je voorspellingen op schrijft. Maar voor de rest zit alles erbij voor 10 keer gebruik. Het is van, hoe het uitspreekt, ik weet niet, maar ik noem het even Joa Miranda. Hugo Miranda, geen idee hoe je het uitspreekt. Dat is een mooie naam. Voorheen van Links Magic. Ze maken ook de Links Smoke. Ze hebben andere mooie dingen gemaakt. De telefoon en chips koker. Aquarius of zoiets. Aquarium, ja, ook ja. En we laten zo meteen nog eentje zien. Want let op, die Dreampad,
daarmee kun je dus een voorspelling genereren. Nou, stel nou voor. Ik snap het ingewikkeld. Dus dit is even Box 98. En die andere was de Dream Bag. Dit kun je namelijk ook ideaal daarmee combineren. Met de Dream Bag wel te verstaan. Een spelkaarten. Jij mag daar zelf een kaart gewoon ergens uitzoeken. Waar je zelf wil. Oh, dit is gewoon. Ja. Ja, er zijn een paar met handtekeningen. Misschien erin. Dat kan. Ik zet even op de beeldzijde. Dus de andere kant van die kant. Jouw naam of tekening of herkenningsteken. Maakt niet uit wat je erop zet. Komt idee? Het zal een beetje lastig te zien, denk ik. Ja, laat je het goed uit. In principe de camera moet het goed kunnen zien. Joep. Gelukt. Oké, leg de kaart maar ergens terug. Ja, wacht. Oh, champie. De kaart gaat terug in het spel. Kun je de kaart nog schudden. Zo. Zo. Hij zou toch sterk zijn als de kaart die in dat doosje zit exact dezelfde kaart is. Dit doosje bedoel je? In dat doosje. Als de kaart die jij gekozen hebt. Dat zou sterk zijn. Dat zou sterk zijn. Want de kaart die jij in het spel hebt zitten namelijk, ik zal het laten zien. Die is als het goed is verdwenen. Dat zou natuurlijk mooi zijn, maar als het goed is die compleet verdwenen uit het spel. Kan dat kloppen? Dat kan kloppen, ja. Kan dat kloppen? Ik zie niks zitten. Wat leuk is, in het doosje zit namelijk een kaart, zie. Die kaart kun je eruit halen. Ik zal hem even uithalen zo. Welke kaart had jij gekozen? Schoppen 8. Schoppen 8, zie je. Uiteraard is dit ook. Schoppen 8. Dit is de Vision Box. Komen we weer terug bij de zoutmaker. Miranda. Gewoon Miranda. Die maakt ook de Vision Box. Maar de Vision Box krijg je in principe als doosje. Dus ik wil het helemaal laten zien. Ik kan het laten onderzoeken trouwens. En nu zat er van tevoren een kaart in. Maar je kan ook kiezen. Een bankbiljet. Voor een bankbiljet. Een notepad, blokje, papiertje. Ja, je zou dus ook daar van tevoren een voorspelling in hebben kunnen. Nou, dan komen we even terug bij de vorige Dreampad. Je zet een doosje neer met een geschreven voorspelling in het zicht de hele tijd al op tafel. Dus geen dicht doosje, maar een open doosje. Net dit doosje met een voorspelling erin. Je stelt al die vragen die je net hebt gesteld aan iemand. Die mensen geven een antwoord. Je zegt, dit heb jij gekozen op het blokje? Ja. Je zegt, nou, daar staat het doosje al de hele tijd. Je haalt het briefje eruit. Mensen lezen het zelf voor en het matcht exact. Nou, dit is natuurlijk een waanzinnige combo. Vision Box. Niet super nieuw. Het is al een paar maanden op de markt. Een paar maanden, misschien wel een half jaar. We hadden even gewacht, omdat er zoveel versies zijn eigenlijk van de Cartoon Box. Maar toen de Dreampad uitkwam, dachten we, nou, de combinatie is te mooi om de Vision Box niet ook te gaan verkopen. Vision Box kost €69,95. Hetzelfde als de Dreampad. Ja, het is prachtig gemaakt. Werkt super. Je leert op de instructievideo een aantal verschillende manieren om ermee om te gaan. Variërend van makkelijk tot moeilijk. Het kan zowel omringd als versies waarbij je het niet omringd kunt doen. Maar het is een keuze die je zelf maakt. De manier waarop je het uithaalt. Je kan dus ook klassiek zeg maar een kaart eruit gooien als je wil. Dan kun je hem eigenlijk zeg maar omringd vertonen. Eén vraagje nog. Ja. Kun je het ook andersom doen? Dat ik een papiertje laat signeren die erin zit. En later nou ook nog kan switchen. Ik had de kaart die erin zat, had ik er zelfs in kunnen zetten nog, als je dat bedoelt. Maar ja, je vraagt signeren. Signeren is natuurlijk een ander verhaal. Dan moet je hem zelf signeren. Dat zou kunnen. Maar je kan het voorwerp er zelf in zetten. Dus ja, het zit er echt los in. En vervolgens op het einde van het truc haal je het er weer uit. Dat is wat je, ja, dat bedoel je. Ja. Vision Box. Nou, gaat al heel hand. We hadden ook heb je nog iets wat je wil laten zien? Ja, René. Ik heb hier een spelkaart. Ik wil je vragen om gewoon ergens stop te zeggen. Stop. Zeker weten? Oh. Kijk, dan zit je boven ook kunnen zien. Wat is dat, een vork? Een vork, ja. Happy Bills. Op een lichtbord. Ja. Dat is van de meest vreemde kaart die ik ooit gezien heb hier. Het mooiste is. Oh, dat is wel heel schattig. Happy Birthday. Dat is wel heel schattig. Dan misschien een beetje te vroeg. Volgens mij ben je net jarig. Een paar maanden, een maand of 7. Dit is. Happy, ja. Happy. Ook heb je het met een verpakking liggen hier, maar volgens mij is het Happy Birthday Card. Ja, klopt.
21,95 van Masuda. Ja, is het een verbluffende, ongelofelijke, fantastische truc? Nee. Het is wel grappig. Is het grappig? Ja. En veilig, want de kaarsjes branden wel, maar misschien echt. Ja, dat is ledverlichting. Nee. Ja, het is een grappig kinderfeestjes of verjaardagen. Is het een leuk ding. Maar het is niet bedoeld als Street Magic Dynamo stijl. En je zou misschien ook. Dan kom ik misschien ook nog. Maar dat zou ik niet doen. Nee. Het kan wel, maar ja, dan is je taart nog weg. Oké. Okay. Dat is de. Ja, de birthday card van. Even voor de duidelijkheid, die kun je zo vaak gebruiken als je wil. Hier is de verpakking. Ah, nou. Ja, ik wist wakker lekker zo wel. Leuk, 21,95. Van Masuda is de maker en bedenker van onder andere de Wow-truc en andere dingetjes. Mag ik jouw kaartspel nog geven? Gaat dat? Heb ik die? Die heb ik jou gegeven, toch? Soms. Ik kon dat zijn, hè? Ja, dan ben je een paar dagen vrij krijgen hier. Ga je dan even Wat zeg je? Waar ga je dan heen, naar Hawaii? Ja, maar ik ken Saskia niet, dus ik weet niet of Saskia mee mag. Ik zou jou willen vragen, Leon, om ergens gewoon het woord stop te zeggen. Stop! Zeker? Ja. Okay. Bekijk die kaart even, ik wil hem even verder niet zien. Ja? Ja. Okay. Kaart stop in het doosje, waarom? Dan kan ik hem niet stiekem verwisselen en dan weten we straks ook zeker dat dit jouw kaart is. Daar gaat het om. Oké. Okay. Ik heb meegenomen mijn mobiele telefoon. Heb je die in je zak tijdens de update? Ja. Waarom? Omdat we een truc mee moeten doen. En op mijn telefoon zit een zogenaamde zaklamp app. Die ga ik even openen. Kijk, zaklamp app. Die zet ik even aan. Want je hebt zo net een kaart gekozen. Ja. Met me eens. En als je dat erboven houdt, dan zie je hier een heel klein stipje op de kaart. Zie je dat? Ja. Het grappige is, als je nou goed naar dat dingetje kijkt, dan zie je eigenlijk dat dat lichtslangetje over de kaart gaat bewegen. Kun je duidelijk zien, hè? Mm-hmm. Zie. Oh, nou staat er een H. Ja. Kan dat kloppen? H? Harte misschien? H. Harte, oké. Okay. Dat dingetje gaat verder, zie je? Een 8. Een 8, ja klopt. Ja, had je een hart 8? Ja. Oké. Okay. Dan gaat het licht weer verder. Kijk. Totdat hij weer helemaal. Leg eens maar even het ding uit, want het schijnt alleen maar de camera. Zo. Dit is. Wacht, ik zal even laten zien. En het klopt uiteraard, want jij had gekozen voor het idee de harten 8. Dit is. Starlight. En Starlight ook een visueel erg mooi effect. En als je het zo doet zoals ik het nu gedaan heb, laat ik het zo zeggen, dat is eigenlijk denk ik de meest makkelijke versie om alles in en uit het spel te brengen. Zeg je goed? Ja toch? Starlight. Ja, is moeilijk? Nee, is niet moeilijk. Je kan elke twee letter of cijfercombinatie onthullen met Starlight. Dus, mijn naam is René Gele. Ik zou RG kunnen onthullen. Je zou, stel iemand is 98, zou je 98 kunnen onthullen. Mij zou ook hart 8, hart 8, H8. Je kan zelf die letters of cijfers bepalen voor aanvang. Moet je even prepareren. Is in principe niet heel veel werk, maar het is even, je moet wel even doen. Maar als je verkiest om het bijvoorbeeld zoals ik het net gedaan heb te doen, dan laat je. Maak je gimmick en doe je het gewoon even hetzelfde. Kan het ook met een biljet? Kan het met een biljet? Hoe bedoel je? Dat wormpje zeg maar, kan het ook over een biljet heen lopen? Ik weet niet of dat mogelijk is, kan. Nee, ik ben aan het denken. Nee, dan zou je de kaart onder een biljet moeten houden. Dan zou het misschien wel kunnen. Maar jij bent wel gebonden aan de kaart. Kijk, het is een rode bicycle kaart, dus die moet je mixen met je eigen rode bicycle spel. Of mixen, die gebruik je in combinatie. En het mooie van Starlight is dat, in tegenstelling tot tegenwoordige gimmicks die je vaak helemaal moet knutselen, is kant en klaar. Je maakt de verpakking open, bekijk het filmpje en in principe ben je binnen. Nou, als je kaart zo bij de hand hebt, je eigen rode bicycle, 10 seconden ben je start klaar.
Dat is een mooie gimmick ook, ik heb hem gezien. Ja, het is eigenlijk zou moeten laten zien hoe het werkt, gewoon om daar respect voor te krijgen, want het is echt ingenieus. Ja, een beetje een ideetje van me. Ja, maar je kan niet echt, alles kan stuk, maar in principe, er kan weinig stuk aan gaan als je dat ding normaal behandelt. Op het filmpje leer je, kijk, we deden met de zaklamp van de telefoon. Maar je krijgt er andere ideeën bij. Je kan hem ook bijvoorbeeld in de zomer in het zonlicht houden, dus tegen de zon. En dan zie je ook dat slangetje over de kaart gaan. Ze hebben nog wat andere ideetjes erbij. Ja, ik vind het een cool dingetje. En die kost? Volgens mij 42 euro. Starlight is 42 euro. Van Chris Perotta. En van Paul Harris Presents lijn. Nou, die hebben over het algemeen wel goede dingetjes. Paul Harris een handtekening opzet. In ieder geval vaak visuele dingetjes zijn er dan. Dus dat is Starlight. Een ideaal kerstitem. Ja. Dan heb ik hier nog iets van mij. Een DVD. Aha. Een DVD over Kurt Fanning. Fanning. Super knaller mega actie. Kurt Fanning. 4,95. Hier staat van alles op. Hoeveel goede wires moet maken, kunt maken. Ja. En er zijn er heel wat volgens mij. Zoals je vertelde, 1, 2, 3 uur is. Zullen het er zijn 2013 dinger? Ja, dit is de World Greatest Magic serie. En wat is de World Greatest Magic serie? Zal ik even uitleggen. LNL die heeft in de, in de videobandentijd, laat ik het zo even noemen, enorm veel videobanden uitgebracht. Later kwam er op DVD ook allemaal uit. En dan had je bijvoorbeeld een DVD van, ik noem maar iets, Jeff McBride. Of een DVD van Michael Lamar. En Michael Lamar die had vaak wel aparte DVD's over één thema. Maar stel voor dat hij een DVD zou hebben waarop hij liet zien hoe je een waaier moet maken, maar ook hoe je een kaarttruc doet, maar ook hoe je een biljartbaltruc doet en ook hoe je een bab. Na denk een jaar of 8 geleden, gok ik even, zijn ze bij LNL gestart met een project en zeiden ze, weet je wat we gaan doen? We gaan thema-dvd's maken. Dus we maken bijvoorbeeld een biljartbal-dvd. Noem die is er niet, maar stel voor. Ja. En we gaan op al die dvd's die we ooit gemaakt hebben kijken, wie heeft er trucs gedaan met biljartballen? Dan pakken we van die dvd's, zetten we op World Greatest Magic. Zo hebben ze ook gedaan met kaartvending. Dus ik vind het elke goochelaar. Ik bedoel, als jij opkomt en je kan niet eens een waaier maken of close-uppen, zonde, toch? Ik bedoel, als dat er al niet uitziet, dan... En hier leer je Jeff Sheridan, Jeff McBride en, moet ik even denken, Alan Jackson. Die leren jou echt alle mooie manieren, one-handed fans, dubbele fans, alle manieren van waaieren. Wij verkopen die nog steeds in de winkel ook gewoon. De officiële prijs is 24 euro van al die dvd's. We hebben ze allemaal in de opruiming voor 12 euro. Maar deze 4,95 op is op. We hebben een hele stapel hoor, maar 4,95. We hebben ze speciaal daarvoor ingekocht om jou te kunnen stunten ook. En er staat goed materiaal op, echt. Ja, ik heb ook een paar van die dvd's van Chop Cup en zo. Ze hebben van echt van alles. Ja. Ook van Shell. Ja, de Shell, Expanded Shell, je hebt een zombiebal, er zijn heel veel dingen voor everyday objects, je hebt er echt plenty of dvd's zijn ervan. Het zijn allemaal goede dvd's. Kijk, de informatie die erop staat is vaak niet de nieuwste, omdat het van oude banden afkomt, of andere oude dvd's. Maar de effecten zijn wel goed. Juist, kijk, je krijgt altijd inzichten van meerdere mensen. Dat houdt in, je kan wel de Daryl, van Daryl, of van... stel je ligt van Daryl de Chop Cup, ik noem het geks. Dat is leuk, want dan krijg je alleen maar zijn ideeën. Mm-hmm. En als je een Chop Cup DVD hebt waar misschien en Daryl op staat, en Michael Lamar op staat, en een paar andere mensen, dan krijg je van iedereen ideeën. Nou, dat kun je dan samenvoegen tot je eigen ideeën. Dat is veel beter om wat meer inzichten te hebben dan alleen maar voor één iemand. Dat is tenminste mijn mening. Ja, cool. Nou, toch even cool hebben. Ja. Ja, de Absolute Zero. Dat is een, dit apparaatje staat je in staat, hoe zeg ik dat nou? Stelt je in staat. Stelt je in staat om gelinde voorwerpen zoals een munt, dingen van ijzer, te laten bevriezen. Ja. In de trailer is het ook zichtbaar, dus we laten het hier ook even zien. Ja, laten we zien wat je krijgt. In principe de foto's en overal zie je het, dus wij mogen het ook gewoon laten zien, vind ik. Dit apparaatje? Dat verberg je en als je dan van iemand een munt leent, dan kun je dus de munt in de hand laten bevriezen. Dit apparaatje vul je met airduster, zegt het goed? Ja, met het gas van de airduster spuitbus. En hierdoor kun je dus de munt laten bevriezen. Je kunt hem laten signeren, maar dat is ook echt de munt van de toeschouwer die bevriest. En het coole is, je behandelt de munten met het ding, maar dan zie je nog niks.
En je legt hem op de hand van de toeschouwer op je eigen hand. En als je dan eroverheen blaast, dan zie je hem gewoon dat wit worden, zeg maar. En dat is echt dat mensen denken, wow, dus in principe, je bent al lang klaar met je geheime ding. En dan pas kom je met bevriezen dingen, bevriezen munt, de ring, en dan is het geheime gadget al lang weg. Dat vind ik wel een mooi dingetje. Ja, het is uit, het is uit de Pro-serie, denk ik. Want... SenseMind Pro-serie. Zoals dat kistje met de ring. Ja, dat is de ringbox inderdaad. Vanishing Ring is ook dezelfde serie. Dit zijn echt wel hele goede dingen. We zijn niet mega enthousiast over veel SenseMind dingen. Maar dit is, maar dit is ook eentje die echt weer goed over nagedacht is, hoor. En goed gemaakt ook. Want wat ze maken over het algemeen, zeker als ze iets echt een productie nemen, heb ik niet over een dvd'tje, maar over een gimmick, is gewoon heel goed gemaakt. Ja, en de spray die je nodig hebt, die koop je eigenlijk in elke pc-zaak. Ik wil kijken om pc's 89. Om pc's van binnen schoon te blazen, zeg maar. Dat is eigenlijk wat je daar kost voor nodig hebt. 89. Absolute zero. Nou, dat was weer een heleboel in een korte tijd. Ja, ik wou even zeggen van, kijk nog even op Facebook en de actie met de kerstballen. Die mooie vaas, ik dacht, waar is die? Hij staat hier. Ja, ik kan hem niet even zien op de achtergrond, ik kan hem helemaal zien. Nee, niet helemaal. Ja, volgens mij wel. Raad hoeveel ballen erin zitten. En maak kans op een cadeaubon van 50 euro. 50 euro. Je kunt op Facebook reageren. Als je naar de winkel komt, mag je ook een briefje invullen. Mag je ook raden hoeveel, maar je dubbele kans. Tot en met 26 december krijg je bij al je bestellingen een kerstcadeautje erbij. Dus dan, afhankelijk van de waarde van je order, krijg je een cadeautje. Dus hoe hoger het orderbedrag, hoe hoger de waarde van je cadeautje. Morgen is zaterdag 24 december. Tenminste, wij zeggen dat vandaag. Als je dit morgen kijkt, dan is het al zaterdag 24 december. Dan is onze winkel gesloten. Hetzelfde geldt voor zaterdag 31 december. Dan is de winkel ook dicht. Dus deze zaterdag 24 en de andere zaterdag 31 december zijn wij gesloten. We versturen vandaag uiteraard nog gewoon bestellingen, maar dan is die dag is al voorbij als je dit kijkt. En we sturen volgende week ook nog gewoon tot en met de vrijdag orders. Mm-hmm. En dan zijn we er gewoon weer vanaf het nieuwe jaar. Zijn we vanaf 3 januari gaat alles gewoon weer door, toch? Als het goed is wel. Namens iedereen bij Dynamite Magic Shop. Fijne feestdagen en fijne feestdagen. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Ben voorzichtig met vuurwerk. En tot het volgend jaar. In ieder geval, vierde update. Hoi hoi. Hoi hoi.